Astrid, slappe zakken. Wie zijn dat eigenlijk? Nou, zal ik het even heel goed duiden, zodat we daar geen misverstanden over krijgen. Het zijn in principe zijn het mannen die relaties aangaan met vrouwen en dan... Nou, een beetje twijfelachtig doen over de kinderen. Eigenlijk die vrouwen aan het lijntje houden. Die zeggen van, nou, misschien wil ik ze wel, maar nog niet nu. En uiteindelijk toch niet over de brug komen. Dus het zijn niet alle mannen die geen kinderen willen. Want het is geen China natuurlijk, van leven in een vrij land. Mannen mogen van mij best wel kiezen om geen kinderen te nemen. Maar mannen die vrouwen aan het lijntje houden, die relaties aangaan... en maar niet over de brug komen met dat kind. Ja, dat zijn slappe zakken. Ja. En jij hebt er veel van meegemaakt in je leven. Ik ben er tegen een aantal aangelopen, ja. Dat was de basis voor dit boek, ja. Ja. Wat was het moment dat je dacht, ik moet daar een boek over schrijven? Over wat mij hier toch overkomt steeds? Nou, het ging een paar jaar terug, of het ging een stapje terug. Ik moest er eerst een verhaal over schrijven. Een ego-document in HP De Tijd, waar je toen voor schreef. Ja, daar waren we heel goed in bij HP De Tijd. Ik kwam erachter dat, weet je, van mijn generatie, wij werden... met de pil in de rugzak de wereld ingestuurd. Van, ga maar studeren en dan komen die kinderen vanzelf. En als jong meisje denk je ook, wat is er makkelijker dan een gezin stichten? Nee, je komt iemand tegen en je gaat samenwonen, die kinderen komen wel. Maar we studeren eerst en we zetten ons carrière op poten. En toen bleek het allemaal niet zo makkelijk. Van, weet je, je gaat studeren, je wordt zwanger. En dan denk je van, nou, laten we maar even ongelukjes gebeuren. Maar we moeten die, wat die feministen ons voor hebben gehouden, dat moeten we gaan doen. Die carrière beginnen. En toen kwamen vervolgens de ene man, daar was dit mee. De andere man die wilde ook niet. En die wilde lang leven de vrijheid. De andere wilde zich helemaal storten op zijn carrière. De andere man wilde ze kunst doorgeven in het leven en niet zijn genen. Die wilde zich laten steriliseren voordat hij vader werd. En toen dacht ik van, nou, ligt het nou aan mezelf? Ben ik een domme doos om die term slappe zakken te blijven? En toen kwam ik erachter dat mijn vriendinnen... Ook en niet alleen mijn vriendinnen... Een hele verzameling domme dozen eigenlijk. Om nou, dat mijn verzamelen. Hele omgeving en dat mijn... Een heleboel vrouwen er tegenaan liepen. Is het echt een trend? Ik bedoel, of is het iets wat jou is overkomen? Jammer, helaas. Maar is het echt een... Nou, het is zeker een trend. Ik ben het 5 jaar geleden heb ik een stuk gemaakt in HP De Tijd. Toen, weet je, van mijn eigen ervaring ga je toetsen aan je omgeving. Je haalt onderzoekjes erbij. CBS, die heeft allemaal van die onderzoekjes van... mannen worden steeds later vader. Steeds meer mannen laten zich steriliseren. Vrouwen van ook, hè? Vrouwen worden ook steeds later moeder. Ja, dat is zeker het geval. Ja. Ja. Maar ik stuit op een heleboel onderzoeken waaruit bleek dat die man onwillig was. Die kan de kinderwens gemiddeld met 7 jaar vertragen. Tal van onderzoeken. Ja, lach maar, wacht maar. Jou krijgt ze nog wel, vader. Maar Astrid, ik woon tegenover een school. Er worden nog steeds kinderen gemaakt, dat is waar. Niet alleen, die worden door allemaal van die keurige... progressieve mannen met zo'n bak voor op die fiets... waar allemaal van die kinderen in worden gestopt. En die komen ze ook weer halen 's middags. En dan denk ik, jeetje, wat zijn die mannen toch tegenwoordig... brave, verzorgende vaders geworden. Maar jij deed het anders. Nou, dat is al heel erg lang geleden. Heb je spijt van? Dat ik... Dat je dat niet gedaan hebt. Wees blij dat je niet in zo'n rare bakfiets hebt rondgereden. Het is gewoon aan het werk. Nee, maar even door. Dat is helemaal, wat jij beschrijft is helemaal niet het beeld wat ik heb van de moderne man. Nee, nou zo begin ik mijn voorwoord ook. Want ik heb inmiddels een kind en ik kom ook op die crash. En dan denk ik ook van, hé, daar komt Tycho aan. En die heeft 3 kinderen bij zich in een bakfiets. En daar komt Gideon aan met een stel kinderen. En, maar dat is een vertekend beeld van de werkelijkheid. Het laatste grote mannenonderzoek kwam uit naar voren. Het was de grootste auto gehouden in Europa onder 12.000 mannen in 15 landen. Dat de Nederlandse man het minst graag kinderen wil. Vincent Duindam, een bekende vaderonderzoeker, die dat al 20 jaar doet, die constateerde 20 jaar geleden dat 3 tot 5% van de mannen een vaderdag heeft of zorgt voor de kinderen, tenminste 1 dag. Ja. Papadag. En dat is inmiddels 20 jaar later, is dat 5 tot 7%. Er zijn ministers die stoppen met werken omdat ze het zij hun kinderen willen verzorgen, het zij erin willen maken. Nou, sorry. Ja, het is toch... ND is al, die is niet... Nee, maar goed, dat is toch zo. Eurlings, Bos. Eurlings, Bos, ja. Bos.
Eurlings, ik weet niet wat hij... Eurlings wil kinderen maken. Taak en dat, voor nou, dat ziet, is, maar die heeft ook geen gezin. Nee, maar dit moet een maar keer die, gemaakt worden. Ja, dat is, mannen denken altijd dat de vrouwen elk moment van de dag zwanger zijn. Maar, of vruchtbaar zijn, maar het zijn maar 2 dagen per maand. Dus ik denk dat Eurlings... Gewoon door kan blijven werken. Bart, hoe is het met jou eigenlijk? Heb je kinderen? Ja, ik heb 4 kinderen, natuurlijk. Ja. En, nou, en, natuurlijk. Natuurlijk. Nou, bedoel, ja, die heb ik al jaren. Dus ik bedoel, ben jij gewend? Ja, ja. Goed katholiek gezin. Nee, dat niet. Maar ja, ik kan me niet... Kijk, toen ik begon, zal ik maar zeggen... was iets anders bij jou. Als, bij mij was zo, kijk, ik was dichter. Dus ik lag A, was ik aan lager wal. En B, lag ik in de groot. Dus ik had een echtgenote gevonden. Die wilde werken. Dat wilde, was arts. Dus die ging gewoon aan de slag. Die werkte 5 dagen per week. Dus automatisch... Omdat ik de hele dag aan mijn plichten kon vriemen, zoals ze dat uitdrukte, kwam de zorgtaak voor de kinderen op mij. Dus ik bracht de kinderen naar school toe, ik haalde ze op. En kijk, Astrid, daar heb je... Ja, nou, ik ben heel blij. Ja. Het is wel een beetje flauw, er zitten hier 5 mannen aan tafel en ook nog zo één. Ja. Nee, maar ik vind het fantastisch. Goede reclame maken voor het vaderschap, hoe leuk het is. Kijk, het was wel zo, als ik kan me wel herinneren, dat toen mijn oudste, ze was 26, ging het brengen naar de basisschool, groep 1, weet je wel. En ik kwam op schoolplein 's ochtends en had je, ik was de enige vader die stond bij het hek. De andere vaders kwamen in een auto. Die vertraagde de snelheid. Dan ging er achter. Ja, echt waar. Rij weer op. Een broodtrommel. Ja, dat is waar. En dan kreeg ik als eerste groep 1 kreeg ik een brief thuis. Lieve moeders. Welkom op de... En dan was er een koffieochtend om elkaar te ontmoeten. Dus ik ging bidden van, ja, ik ben eigenlijk alleen... Ja, spijt me, ik ben een vader. Oh, ja, dat is nou vervelend, weet je. Want dat was eigenlijk niet... En dat doorbrak ook een beetje het patroon van de... Nou, is de vraag niet eigenlijk dat dit boek misschien 20 jaar geleden had moeten worden geschreven? Helaas, Pieter, is het nog steeds het geval. Ik vind het heel... Ik vind het geweldig dat jij weet in welke groep die jouw kinderen zaten. Vraag gemiddelde man, weet je in welke groep hun kinderen zitten? Weet jij dat? Ja, die van jou zijn al heel oud inmiddels. Maar heb jij ooit een oppas geregeld? Ook dat nog. Maar kijk naar boven van... Nee, waarom, ja, nee, wanneer was dat dan weer? Dit is een van de redenen. Ik zat toen de 2 artsen heel jong waren, zat ik in het Europees Parlement. Toen was mijn vrouw huisarts, dus het was, daar was weinig zorgtaken van mij bij. Dat geef ik meteen toe. Maar dat is een van de redenen dat ik toen naar het Europees Parlement weg ben gegaan. Dat ik mijn kandidaat stelde voor de Tweede Kamer. Nou, wij wonen in de buurt van Den Haag. Dus was het toen wat makkelijker te combineren. Kon je inderdaad de kinderen wel naar school brengen. Toen wist ik zeker welke groep ze zaten. Ja, dank je de koekoek. Ik vind het prima als je zegt van dat er te weinig nog steeds verdeling is van arbeid en zorg tussen man en vrouw. Absoluut. Meteen be my guest. Maar ik geloof er dus gewoon helemaal niets van. Dat je niet weet in welke groep van de basisschool je kinderen zitten of in welke klas van de middelbare school. Volgens Astrid praat een vader gemiddeld minder dan 37 seconden per dag met zijn kind. Ik ben geen wetenschapper, hè. Die onderzoekjes die haal ik allemaal af en toe. Maar die taken van zorg en arbeid... En mijn vriendinnen zeggen, klopt. Maar als er steeds meer vrouwen zijn gaan werken... Als je vriendinnen dat zeggen, maar ik heb ook nooit de neiging gehad om de kinderwens uit te stellen. Maar al jouw vriendinnen hebben dat meegemaakt. Nou, dus het kan best zijn dat er mensen zijn die zo in elkaar zitten. Maar ik bedoel, je maakt... Tenminste, ja, zo zit ik in elkaar. Maar misschien is dat de reden dat ik in ieder geval blij ben met mijn kinderen. En blij ben met mijn vrouw. En dat we juist in goede overleg dat we die zaken afspreken van wie wat waar doet. Maar die moeten ook wel rekening houden met elkaar. Maar op het moment dat je alleen maar aan jezelf denkt... Ja, dan weet je inderdaad dat 37 seconden wel veel is. Maar ik denk dat je juist als ouder toch wel... juist ook gewoon het goede voor je kinderen wil. En daar besteed je toch gewoon ook aandacht aan. Zeg, dame, je hebt nu een kind, hè? Uh-huh. Dus die missie is volbracht? Geslaagd. Daar hoort geen man bij? Nou, daar hoort geen man bij. Die is er in dit geval, waren wij, denk ik, de man die ik tegenkwam, de vader van mijn kind. Ja. Maar verliefd op het idee van een gezin te scheppen dan op elkaar misschien. Dus die is buiten beeld? Die is buiten beeld. Nou, er is contact tussen vader en kind. Dat is al heel wat. Maar nou dat is onlangs ontstaan, daar ben ik heel blij mee, ja.
Maar denk je dat dit nu toch even... Want jij hebt het idee dat wat hier aan tafel wordt besproken... dat het uitzonderingen zijn. En dat het feit voor... Nou, zeker. Ik was opiniejournalist. Ik ga niet een heel boek schrijven en een jaar besteden aan een onzinverhaal. Kijk, dit is ook een leuk verhaal met heel veel zelfspot. En er zit dat ook, is het ook. Het is een hilarisch boek. Ik leg ook de schuld bij mezelf, weet je wel. Ja. Van wat je al aangaf. Vrouwen hebben ook... De kinderwens opgeschoven. Dat is... Maar het pakt de tijdsgeest. Het geeft de tijdsgeest weer. En het is, ik vind het echt treurig, de vanzelfsprekendheid... waarmee nog steeds vrouwen voornamelijk opdraaien... voor die zorgtaken. Anno 2010. En die cijfers van die papadagen, dat zegt dan een hele hoop. En het is niet gezegd, want mannen zeggen dan... ja, maar misschien doen... of mensen zeggen dan... maar misschien doen die vaders het dan nog eens een keertje buiten hun... werkdagen, maar dat is in ieder geval, als je die onderzoekjes... Maar vrouwen zijn toch steeds meer gaan werken de afgelopen jaren, de afgelopen decennia. Die cijfers zijn alleen maar gegroeid. Ja, maar het is nog steeds het andere over... En meer werken en nodig de zorgtaken. Voor we gaan hier nog vrij lang over doorpraten, maar intussen nemen we... Gaan we dat doen? Bij de bar.